Goedemiddag allemaal, welkom bij de familie Snijders, familievlaggers. Het is vandaag een vrijdag, het is 1:15 in de middag. Ik zit nu even in de auto, want ik moet even naar de school van DJ Destiny. Want Destiny kreeg namelijk weer opnieuw logopedie. Tenminste, we gaan nou even bespreken of ze opnieuw logopedie gaat krijgen. Want het zit namelijk zo, ik denk een jaar geleden, 1,5 jaar geleden, had ze ook logopedie. En ik weet niet of het jullie al een keer is opgevallen, maar Destiny kan de K niet uitspreken. In plaats van de K zegt ze de T. Dus ze moet oefenen om hier die K te krijgen, want dat heeft hier ergens mee te maken. Hier zit de K. En haar juffrouw die stelde dus voor om nog een keer opnieuw logopedie te gaan nemen om te proberen of ze toch nog die K onder de knie krijgt. Want ja, hè, ze gaan nou leren schrijven en lezen. En ja, dan spreekt ze dus sommige woorden niet goed uit, omdat ze dus de K niet kan uitspreken. Ja, en vandaar dat we dus even willen kijken of ze nog een keer opnieuw logopedie gaat krijgen. Dus ik ga nu naar school. En dan laat ik jullie straks wel weten hoe of wat, zeg ik. Ze heeft 2 weken geleden is ze voor het eerst trouwens weer naar logopedie gegaan om een paar testjes dus af te leggen. En dat gaan we dus nu bespreken. En vanuit daar zien we het wel verder. Ik laat jullie het zo meteen wel weten. A few moments later. Nou, daar was ik weer. We hebben het gesprek gehad. Ze gaat inderdaad volgende week gewoon weer starten met logopedie. Ze heeft mij een lijstje laten zien met de woorden die ze met haar heeft afgenomen. En het is inderdaad echt allemaal wat wij zelf al wel weten, dat ze de K als T uitspreekt. Maar wat mij dus eigenlijk niet is opgevallen, hè, omdat het voor ons normaal is. Maar de NG zit ook hier. Die spreekt ze als N uit, dus in plaats van jongen zegt ze jonne. Dus gewoon dubbel N in plaats van NG, de N. Want die zit ook hier, de N en de K. Dat zit alle twee hier. Dus ze gaan nou doelen voor haar opstellen. En dan gaat ze volgende week beginnen met logopedie. En dan gaan we kijken hoe het gaat. En dan ga ik nu nog even gewoon naar huis. Want het is nu... Even kijken. 1:15. Ja, en om 1:15 zijn ze vrij. Dus ze gaan nog even naar huis. En dan kan ik zo meteen weer hierheen om de kinderen weer op te halen. 1 hour later. Heb je hem aangekruist? Ja. Nou, ondertussen heb ik Destiny opgehaald van school. DJ is aan het afspreken, dus die halen we straks op. Destiny, haar vriendinnetje, is ook hier. En wat ga je nou doen? Wat ga je doen? Pepernoten bakken. Ga je even lekker pepernoten bakken? Nou, de spullen staan hier klaar. Kom maar. Dat is de... Bak samen de lekkerste Sinterklaas recepten. En dit is pakjesavond. En dan komt hij op school. Ja, hier komt hij op school. Hier vieren wij pakjesavond. En hier komt hij op school. Nou, kom maar. Ga maar staan. Zo. Oh, deze pepernoten worden echt heel lekker. Ja, die worden heel lekker. Want ik heb toen alle pepernoten afgegeten, hè. Nou, dan kan het in de oven. Oh, ben je zelf aan het opmaken, Destiny? Oeh. Mooi hoor. Mama, weet je wat?
Jussie in het klas van zijn Sinterklaas en van een Sinterklaasje. Nou? Sinterklaas dat bondje, mag het een miljoentje. Ik zet hem op maar eten in, mijn moeder stuurt een teten in. Dit is leuk. Doe jij maar dan. Tien nagellak en hoeveel lippenstift? Acht lipgloss. Ja. Allemaal voor jou, hè? Ja. En 10 nagellakjes en dit hele dingetje. Dus ik weet er geen. Je hebt wel veel, hè? 5, 6, 7, 8. Nou, en ondertussen zijn de pepernoten klaar. Deze zet ik op tafel en deze neemt het vriendinnetje mee naar huis. Om aan haar vader en moeder te laten proeven. Deze krijgen hun. Ik heb voor hun een Sinterklaas filmpje erop gedaan. Het paard van Sinterklaas. Dus die kunnen we zo mooi even kijken. Met Winky, hè. En ja, we gaan dit even lekker kijken. Ondertussen is DJ ook alweer thuis. Die zit daar lekker op de bank samen met Destiny. Ja, die zien ze niet, want ze zitten een beetje in het donker. DJ en Destiny zitten nu op het telefoon. Ik ga dit even zachter doen. Destiny heeft een hele oude telefoon van mij, voor spelletjes. En DJ heeft een oude telefoon van Danny, voor spelletjes. Die vond ik nog in de kast. Mama, ik heb dus... hem helemaal opgemaakt. Wauw. Mooi hoor. Nou, kunnen ze lekker op de telefoon spelletjes doen. Ondertussen loopt de film hier ook nog, maar die is volgens mij bijna afgelopen. En ik ga nu ook het eten maken. De frituurpan staat al klaar. En de borden staan ook klaar. Dus dan gaan we zo lekker eten. En dan gaan we straks ook nog het Sinterklaasjournaal kijken. En dan gaan ze douchen en naar bed. Dus ik denk dat ik de vlog ook maar afsluit. Want anders vergeet ik dat weer. Dus ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Doeg! Zeg heel erg even doeg! Doeg!